Zo. Oeh. Mijn werk voor vandaag zit er weer een beetje op, hoor. Oh, druk bezig geweest. Ook de zaken allemaal goed afgehandeld. Het mooie is dat ik ook mijn aanvraag, mijn vergunning binnen heb. Mooi heb ingeleverd. Dus als het goed is, wordt mijn huis mooi geplaatst. Het ontwerp staat in het systeem. De prijs is betaald bij mijn baas. Als het goed is, zit alles helemaal goed. Fijn dat de zaken eindelijk een beetje doorlopen. Het was even schrikken. Een paar dagen geleden toen ik de brief van de gemeente kreeg. Oh, dat mijn oude plotje zomaar verkocht werd. Oh, ik ben benieuwd wat ze er nu al mee hebben gedaan. Want ja, die brief die zei dat ze het nodig hadden voor het nieuwe bestemmingsplan van de stad. Ik ben wel heel erg benieuwd, want ik ben nou wel in het nieuwe deel van de stad geweest. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet geweest bij mijn oude huis. Of tenminste, bij mijn oude plot. Want daar stond nog geen huis op. De bouw is nooit doorgegaan. Laat ik daar maar even snel een kijkje nemen. Kijken hoe het daar aan de hand is. En dan misschien even kijken in het nieuwe deel. Of daar al iets gebeurd is. Het is ook pas net open, maar wie weet zijn ze al begonnen met bouwen. Ik hoop het wel. Ik hoop het echt zo. We gewoon eindelijk naar huis hebben. Dan heb ik in ieder geval die zorgen achter me. En dan kan ik me daarna volledig focussen op Wesley en zijn streken. Ah, dit is allemaal veranderd. Hier is geen brug meer. Dat is de nieuwe inkoop. Moeten we hier even ergens zien over te... Daar was mijn... Mijn plot is gewoon helemaal weg. Mijn plot was hier. Oh, dat is gewoon helemaal weg. De inkoop is er al wel. Er is een hoop veranderd. Er is zoveel veranderd nu. Maar dat is het nieuwe politiebureau. Er is echt een hoop nieuw. Maar er zijn heel weinig bruggetjes. Dus het is wel lastig om overal te komen. Ik weet niet of ze daaraan hebben gedacht, maar... Wie weet komt dat later nog. Eens eventjes kijken hoor. Het nieuwe politiebureau is echt gigantisch. Ik weet nog wel dat mijn oude huisje zat hier op de hoek. En dat is gewoon helemaal weg. Mijn eerste huisje hier in Heratopia, dat zat hier zo. Dat is gewoon helemaal weg. Dat is helemaal plaatsgemaakt voor het nieuwe politiebureau. Het ziet er wel echt heel goed uit. Hey. Oké, walvis. Dat klinkt best leuk. Oké, dus daar is de inkoop nu. Nou ja, dan ga ik niet helemaal naar mijn eigen plot lopen. Dat is dan weer een beetje te ver weg. Maar eens even kijken hoe het gaat in dat nieuwe Heratopia. Oh. Het ziet er nu best rustig uit. Vanochtend was het hier echt super druk. Maar dit plot al verkocht zijn. Ik denk het wel. Dit was nog het oude deel. Hier begint het mooie nieuwe deel. Het nieuwe gemeentehuis. Nou ja, daar ben ik vandaag al een stuk of 3 of 4 keer langs geweest. Eerst voor mijn plot kopen. Toen voor de vergunning weer aanvragen voor het bouwen. Oh, dit is de nieuwe boom die er staat. De boom met volgens mij kan je gewoon boven gaan kijken. Ik kan wel even een kijkje nemen. Ik kan meteen goed rondkijken hier in het nieuwe deel. Kijken of er al iets te zien is qua plots die misschien verkocht zijn. Dat was een beetje het oude deel. Nieuwe deel. Daar zien we niet zoveel. Nou, laten we maar weer terug naar beneden gaan dan. Oh, kijk, het is een heel mooi nieuw stuk van Heratopia. Ik ben ook blij dat het er is, want ja, de bouw duurde zo lang. Maar ja, dat is dus allemaal vanwege dit nieuwe project. Ik wilde eerst deze 2 plotjes kopen, maar die zijn al verkocht. Dus ik ben heel benieuwd wat hier komt, want dit is een hele mooie plek zo bij die boom. Oh, ik weet dat ik ook nog had geïnformeerd naar deze 2 plotjes, maar ja, die zijn zo ontzettend duur. Kijk, als ik nou ook al het geld nog had gehad dat Wesley me nog schuldig is, dan had ik misschien die 2 plotjes hier kunnen kopen. Maar ja, die waren gewoon zo ontiegelijk duur. Als ik dan ook nog mijn huis moet betalen, dat was me nooit gelukt. Ik vind het nog steeds raar dat hier niet een soort bruggetje is. De mooie Heratopia letters. Maar daarom is het zo mooi geweest om hier aan het water te wonen. Lekker uitkijken op de mooie cliff met de letters. Maar dat was helaas iets te duur. Maar dat betekent niet dat er niks is gelukt natuurlijk. Ik heb nu ook een hartstikke mooi plot. Naast deze prachtige brug. Hier zo komt het dan. De plannen zijn al ingediend. De blauwdrukken liggen klaar. Als het goed is begint de bouw vandaag of morgen al. Dus binnenkort, als ik straks terug ben van mijn reisje, dan staat hier een prachtig mooi gebouw. Prachtig, prachtig mooie binnentuin.
Mooi gebouw erbij, verschillende verdiepingen voor al mijn zaken. En een mooi uitzicht. Dat is nog een redelijk uitzicht op het water. Hier ook nog op het water natuurlijk. Vlak naast de gemeente, dus lekker centraal. Hartstikke goede locatie. En volgens mij komt dan de nieuwe winkelstraat. Zoals ik het bestemmingsplan heb gehoord van de gemeente en van het bouwbedrijf. Hier komt de nieuwe winkelstraat. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor winkeltjes hier allemaal komen. Oh, sowieso wel benieuwd om te zien of wat voor nieuw leven er nu hier in de stad komt. Altijd goed om nieuw leven te hebben. Ik had ook een berichtje gekregen nog van Dilano. Dat zijn huis is al geplaatst, al gebouwd. Is helemaal af. Dus hij heeft nu een huis in Wasteland staan. Dus hij kan in ieder geval daar goed alles in de gaten houden zoals de bedoeling was. Oké, even kijken. Dit is het nieuwe botenbedrijf. Of het oude botenbedrijf, maar dan op een nieuwe plek. Oeh, niet unlimited boten. Oké. Ja, ik denk niet dat er voorlopig geld genoeg is voor een boot. Maar wie weet ooit. Of misschien een goedkoop bootje. Je weet het maar nooit. Ziet er wel vet uit zo, deze boten aanbouw. Misschien moet ik daar toch nog eens een keertje naar kijken. Wie weet dat we toch een leuk goedkoop bootje neer kunnen zetten. Ik heb geen idee wat daar de prijzen eigenlijk voor zijn. Maar eerst maar even afwachten of de bouw helemaal goed verloopt. Want stel voor dat er nog iets onverwachts gebeurt. Dan moet ik natuurlijk nog wel wat geld over hebben. Om gewoon te kunnen zorgen dat ik alles mooi kan betalen. Oh, hier is volgens mij een klein parkje. Ja, hartstikke mooi. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe de zaak hier gaat lopen. Ik zit in ieder geval weer in het hart van het nieuwe centrum. Dus ik kan alles goed meekrijgen en vanaf hier al mijn plannen, al mijn dromen werkelijkheid maken. En hopelijk die Wesley opsporen. Ik weet nog, ik ga eens een kijkje nemen bij Wesley. Want Wesley had hier een plot in Heratopia. Dus ik ben heel erg benieuwd of die daar nog woont. Of die hier überhaupt nog woont. Of dat hij misschien helemaal is weggevlucht. Dat hij zijn plot gewoon verkocht heeft. Want hier ergens was zijn plot. Ik weet alleen niet welke. Ik zie sowieso geen namen hier. Ziet er ook allemaal niet zo bewoond uit. Hoor. Deze heeft wel kisten en licht. Deze is helemaal donker. Dat is ook echt weer iets voor Wesley om gewoon wel te blijven wonen. Maar gewoon alles donker te laten. Ik weet het niet. Het ziet er ook een beetje onbewoond uit eigenlijk. Dit is mijn oude straat. Hier zou ik gaan wonen. Ja, plot 35. Plot 34, 33, plot 32 was voor mij. Dat was hier zo. Maar dat is nu helemaal weg. Gewoon een hele grote gracht. Ik denk dat er ook heel veel boten gaan komen naar het nieuwe Heratopia. Dat sowieso. Want ik bedoel, er is nu plek zat. Ze hebben overal extra gracht aangelegd. En dit wordt de inkoop, als het goed is. Ik weet alleen niet of er al echt iets in te koop is. Zo te zien niet. Volgens mij is dit nog redelijk in aanbouw. Ah ja. Nou, dat komt vast wel helemaal goed. Oh, dit is ook nog wel een mooi plekje om te wonen hoor. Dan hebben ze gewoon een soort privé-eilandje. En dat is dan weer aangesloten aan dit eiland. Maar ja, daar kan je niet doorlopen straks als er allemaal huizen staan. Best nog lastig allemaal om hier rond te komen. En dan natuurlijk hier die woonboot. De woonboot vind ik best wel een slim idee van deze mensen. Die hebben gewoon die boot genomen. En die hebben dan... Oh nee, dan kunnen we hier niet verder. Dan moet ik gaan zwemmen. Ah. Dit bedoel ik jou. Dat Heratopia... Het is een prachtige stad en ik zal hier ook niet weggaan, maar we missen zoveel bruggen. Je moet gewoon zo vaak zwemmen, dan worden mijn kleren weer nat. Oh, dat is allemaal niet de bedoeling. Allemaal niet de bedoeling. Ja, nu maar hopen dat het bouwen van mijn huis snel gaat beginnen. Een blauwdruk heb ik zelf gemaakt, dus ik weet in ieder geval dat het prima wordt. Ik kan al mijn spulletjes weer laten overplaatsen daar naartoe. Zorgen dat alles mooi compleet is. Nou, die vlagpost is van hem. Dat is wat, joh.
Ja, en dan gewoon zorgen dat ik gewoon lekker weer mijn eigen plek heb. Want de hele tijd in het kantoor slapen op mijn werk, dat is ook niks. Helemaal niks. Als het goed is, duurt het maar een paar dagen of een weekje ongeveer voordat alles er staat. Dus dan kan ik volgende week, ik ben toch even een weekendje of een paar dagjes ben ik eventjes weg. Dus dan komt het helemaal goed. En dan is er niks aan de hand en dan kan ik lekker in mijn huis gaan wonen. Lekker chillen. Het zou op zich, kijk, als ik een boot zou nemen, zou ik die hier kunnen leggen. Gewoon aan mijn huis koppelen eigenlijk. Het zou helemaal niet zo verkeerd zijn. Dus misschien moeten we daar toch maar serieus eens over gaan nadenken. Het komt helemaal goed. Nou ja, voor nu is er niet zoveel wat ik kan doen. Behalve afwachten tot mijn huis wordt geplaatst. Dus ik denk dat ik dan maar weer terug ga naar mijn naar het bouwbedrijf. Hè. Dat is tenslotte waar ik moet slapen. Totdat mijn huis is gebouwd, zal ik daar nog naartoe moeten blijven gaan. Ik kan moeilijk hier in. Ja, ik kan ook stiekem in die boomhuts gaan slapen. Weet je wat? Laten we dat gewoon doen. Even kijken of er niemand kijkt. Dan ga ik gewoon alvast naar die boomhut. Even kijken of daar een goed plekje is waar ik eventueel zou kunnen slapen.